Gewoon lekker. Welkom bij de tuinrenovatie deel 2. We gaan vandaag de overkapping afmaken. Ja, ja, het gaat echt gebeuren. De eerste paal is al geslagen. De paal heeft nog even ingemet. Dus we gaan het zien vandaag. Het weer is goed. Zo, we zijn even in de bouwmarkt, even nog wat extra dingen gehaald. Golfplaatje, planken. Vader is aan het worstelen met de planken. Kijk, daar gaan we. Nou, dan mag jij ertussen proberen te kruipen. Op naar de verbouwing. De tuinrenovatie. Oh ja, nee, dat is leuk. Lekker veel beenruimte. Met dat voor over hebben. Gaat het lukken, ja of nee? Nee, hoeft niet hoor. Het lukt wel. Het is maar een klein stukje. Ah, hier zit klem. Ja, dat is net goed. Ah. God, ze gaat toch al warm. Ja, ik ook. Ja, ik heb nog een andere accu bij me van deze. Get a drummer as a toy for Christmas. He was one of the greatest innovators. The note went right. It's a whole yard full of fun. Ja.
gezet. Ja, wou ik net al doen, maar je zit maar gelijk aan het werk. Ja, natuurlijk. Nou, de kopje loopt toch? Poort open? Nee, ik ga weer terug. In de kwen. Hey? In de kwen. Wat is dat dan? In de kwen? Dat zegt er mij wat. Dat zegt er altijd in de hoek. Zo, mijn overkapping is bijna klaar. De laatste spijkertjes gaan erin. Je hoort mijn vader timmeren. Ik ga nu beginnen met het tweede gedeelte. Dat is iets minder werk, maar wel zo leuk. Omdat natuurlijk de hele kant open is. In overeenstemming met de buurman. Ga ik nu hier zo een gat boren met de grondboor. Want hier komt de schutting en een stuk daar zo. Zodat ik hier toch een privacy heb aan mijn lichtbedden. Zie je even niet, maar zie je straks wel. En nog een zwembad hier. Dus dat komt helemaal in orde. Ik ga er eens even aan beginnen. Ik hoop dat ik door de grond heen kom dit keer. Nou, na 2 weekenden hard werk is de overkapping klaar. Kijk eens op een prachtplaatje. Helemaal over de breedte. Nog een stukje afgeschermd voor de privacy. Waar je een leuk hoekje hebt. Nu nog de tegelvloer. Dat worden de houten plombe tegels aan één gedeelte. En een klein stukje, hoor, wat korter, want mijn scooter is net weg met tegels. Dus dat is hem.